De verkiezingen zullen doorgaan als de situatie rond de COVID-19-crisis aanhoudt, maar er is geen reden tot ongerustheid. Dit is volgens VHP-parlementariër Deo Charman vandaag aangehaald door de president. Dit tijdens een gesprek met de politieke partijen. Het onderhoud met president Bouterse was in het kader van de COVID-19-crisis en de voorbereiding op de verkiezing. Charman zegt echter dat de president heeft benadrukt dat hij op het kompas van het COVID-19-managementteam zal varen. Verder is er aangegeven dat het ministerie van Binnenlandse Zaken op schema is met de voorbereidingen van de verkiezing. Dus het COVID-team moet zeggen van dit is allemaal goed en met additionele maatregelen en instructies is de verkiezing te houden, dan is het shooten. Tenzij hij zegt dat er situaties zich voordoen waar weer infecties misschien vanuit het oosten land binnenkomen en mensen komen naar Paramaribo en mensen beginnen hier weer ziek te worden. En als de situatie op die manier zich manifesteert en uit de hand loopt, dan is hij genoodzaakt de verkiezingen uit te stellen. Maar alles hangt af dus van de situatie zoals het ontwikkelen en het advies dat het COVID-team, management team zou geven aan de president. Daar heeft de minister van DITA Binnenlandse Zaken aangegeven dat ze tot nog toe conform de verkiezingskalender op schema zijn om alles te doen qua lijsten, screening, beroep, etc. En dat allemaal planmatig verloopt. En dat ook zij uitkijken naar eventuele instructies die nog moeten volgen om op de dag van de verkiezingen eraan te houden, mochten de verkiezingen nog doorgaan. Charman vindt dat gegeven de situatie de COVID-19-maatregelen wel versoepeld kunnen worden. Hij heeft dit ook aangehaald tijdens het gesprek met de president. De directeur van Volksgezondheid heeft geprobeerd getracht daarop een antwoord te geven. Al zou dat iets te maken hebben met het gedrag en het beloop van epidemieën, et cetera, op basis van analyses in het buitenland. Zelf ben ik er niet tevreden met het antwoord, omdat ik ook heb aangegeven in mijn inleiding tijdens die meeting dat we inderdaad op 13 maart een allereerste geval hebben gehad. Maar het laatste geval dat we hebben gehad van COVID is op 31 maart. En na 31 maart en vandaag 27 april hebben we al 27 dagen geen nieuwe gevallen gehad. Begrijpt u wel, dat is één. De incubatieperiode van deze ziekte, dus vanaf besmetting tot het uitbreken van de klachten, is 5 tot 14 dagen. Dus we zijn ruimschoots voorbij die periode. Maar ook als je zou willen uitgaan van uitzonderlijke gevallen van infectie die langer blijven voordat je klachten krijgt, zitten we al ruimschoots buiten de norm. Dus ik denk ook dat er op dit moment, zeker in Paramaribo omstreken, geen reden voor paniek is en geen reden voor ongerustheid. En dat best wel er versoepeling zou mogen komen van deze maatregelen van samenscholing en avondklok. Parlementariër Deo Charman. Hij vertegenwoordigde vandaag de VHP bij het gesprek met de president. De politieke partijen zijn geïnformeerd over de situatie rond de COVID-19-crisis en de voorbereiding op de verkiezing.